Mijn mooiste kerstherinnering. Gourmetten met mijn familie erbij, muziek op en de kerstboom staat, al een lichtjes, gezelligheid. Dat was de eerste keer dat ik die sok ophangde en dat ik de dag daarna een heel groot cadeau kreeg. Toen ik 3 was, toen was ik bij mijn tante in Marokko. Toen ik 5, 6 was, ik woonde op een Drents dorp en het sneeuwde 's nachts in kerstnacht. En toen hoorde ik mensen voor ons huis. Een paar jaar geleden, toen mijn tante er nog was en we met de hele familie bij elkaar konden zijn. Ze pakten hun blaasinstrumenten uit hun koffers en ze begonnen voor ons huis kerstliederen te spelen. Mijn beste kerst was in Suriname met mijn hele familie. En ik als klein jongetje deed zo mijn gordijnen open en ik zag die sneeuw zo naar beneden dwarrelen. Dat mijn familie weer allemaal bij elkaar kwam. En daar stonden 5, 6 mensen kerstliederen aan het spelen. Mijn leukste kerstmoment is Marijn. Als ik bij mijn opa en oma ben en dan lekker eten, dat is wel leuk, ja. Ja, dat heb ik ook precies hetzelfde. In de kerk, wanneer stille nacht gezongen wordt. Morgen sterren en donker, dan gaan alle lichten uit en dan heeft iedereen in de kerk een karretje. Lekker gourmetten, hè? Gourmetten sowieso. Gewoon gezellig met je familie samen zijn en lekker eten. Op het strand met mijn vriendin. Ik sluit me aan bij hem. Mijn mooiste kerstmoment was, die heb ik eigenlijk niet. Op vakantie, binnen huisje. Mijn vader was heel erg ziek en dat was zijn laatste diner, zeg maar. Dat was ontzettend ontroerend mooi. Dat ik met mijn familie bij de kerstboom zit. Toen ik naar Londen ging met Luciani, toen gingen we naar een disco met allemaal kerstlichting. Het was heel gezellig. Kerstontbijt. Lekker feesten, ja. Hoe gaat het? Lekker feesten, jongens. Ja, gezellig! Gewoon de hele straat verlicht. De sukkel, zei het. Ik was 6 en toen kwam ik beneden en toen zei mijn moeder, ik heb verrassing van. Ik heb weer een kerst met mijn dierbaren. Ik kwam beneden en toen zag ik in één keer een hele lieve hamster. En dat maakt me zo blij, dat maakt me zo dankbaar. En die had zichzelf daarna opgehangen in de kooi. Dat is voor mij kerst. De avond dat ik de kerstman heb mogen ontmoeten. Een hele lange avond hebben we goede verhalen uitgewisseld. Toen mijn oma voor het laatst kerst was in Disneyland Parijs. De eerste keer dat ik zeg maar een kind had. Ja, vorig jaar. Want toen kwamen mijn opa en oma bij ons gezellig langs. Ik weet het niet. Dat je samen de cadeautjes uitpakt en samen de leuke momenten deelt. Elk jaar is mijn leukste kerstherinnering. Ik heb geen kerstbeleving, want ik vind het eigenlijk niks. Toen onze kerstboom afbrandde. Het is koud in de winter. Altijd bij familie en eten. Het is een beetje te duur voor zo'n dikke jas. Ik was 1 keer naast de kerstboom gevallen en ook naast een leuk cadeau. En toen had ik het opengemaakt en toen zat er een skelter. In Amerika. Als ik kerst vier wil, ik het wel echt doen, maar het sneeuwt. Heel lang met elkaar praten. Als we samen met familie, vrienden zijn, ja. Ja. Even? Die moet nog komen, denk ik. Hoop ik. Volgende. Je weet toch, ik ben moslim, dus ik vier het niet eens, man. Ik wens haar een fijne kerst met mij. Ik wil graag Alicia een fijne kerst toe, mensen. Ik wens Marijn een hele fijne kerst met mij. Ik wens jullie allemaal een fijne kerst, oké? Okay? Ik hoop dat iedereen dan gewoon een super gezellige kerst heeft. Mijn kerstwens is dat jullie allemaal gezond blijven. Ik wens mijn moeder een fijne kerst, want zij is de enige die mij opvoedt. Voor mijn vader, hij is nu 5 jaar overleden. En ik hoop dat hij ook een gezellige kerst heeft daarboven. De mensen die iemand verloren hebben tijdens de aanslagen, de vluchtelingen, de armen, de zieken. Aan mijn oma, want die is helemaal alleen thuis. Fijne kerst en dat je heel oud wordt en zo. Ik wil dat mijn moeder een miljonair wordt. Ik wens mijn vriendin dat ik nog altijd net zo goed voor haar blijf als dat ik nu ben. Ik wil ook graag dat mijn moeder miljonair wordt. Ja, voor kinderen die afstromen. Dat ze, niet afstromen, als goede cijfers halen. Ik wil die kerstwens doen aan God. Kom hier, Swa. Fijne kerst. Ja. Aan sowieso klas K3A. Zal dat aan mijn oma, je weet toch? Maar ook een heel mooi 2016. Aan Romy en Robin en die jongen die achter de camera staat met die mooie ogen. Ik wens jullie hele fijne feestdagen. Voor mijn zus, die is heel ernstig ziek. En ik hoop dat ze toch nog even mag blijven leven. Dat mijn vrouw weer heel snel beter wordt. Heal the world. Nou, dat is wat ik de wereld toewens. Halleluja. Hey!
Fijne kerst allemaal! Woehoe!